Hey, het is dag 2 in Polen, dag 3 van de reis. En we zijn vandaag naar een zoutmijn geweest. Dus dat was echt al 135 meter onder de grond. En hebben we echt super mooie beelden en gangen en ja, waarvan alles van zout is gemaakt eigenlijk. Dat was echt heel leuk om te zien. Ik heb wel wat beelden gefilmd die jullie waarschijnlijk hebben gezien. Maar ja, het was best wel heel donker natuurlijk, dus het zal wel niet super veel zijn. En ja, nu zitten we gewoon even lekker te relaxen hier. En vanavond gaan we waarschijnlijk naar het Joodse kwartier van Polen, van Krakau. Om daar even te kijken hoe het eruit ziet en zo. En nog even lekker wat eten. En nu gaan we eerst even spelletjes doen, dus dat is ook gezellig. Het is dag 3 in Polen, laatste dagje. Morgen gaan we weer naar Berlijn. En we gaan nu naar een kasteel, wat ik jullie net heb laten zien. Kasteel Wapel of zoiets. Iets met wafels. Wafels, lijkt erop. En gisteren, of we zijn net ook nog naar een burcht geweest en zo. Nu ga ik even oversteken, moment. En morgen gaan we op de terugweg, als we naar Berlijn gaan, gaan we eerst langs Auschwitz. Want op de heenweg was het dicht. Dus dat was, het was een feestdag. Dus dan gaan we dan alsnog daar naartoe. Maar eerst nog even één dag hier genieten. Het is super lekker weer, zoals je kunt zien op onze kleren. Ook al heeft het ook geregend, kijk. Maar ja, het is gewoon vet warm en zo. Dus nu kan het weer prima aan. Hallo, we zijn weer in Berlijn. En ik mis Polen nu al, want hier is het echt rot weer. Het Polen is pauper weer. Was het droog en zonnig en warm. Maar goed, terwijl hier is het koud en nat. Ja. We zijn nu kijken bij de restanten van de muur die tussen Oost- en West-Berlijn stond. Dus dat is wel leuk, alleen jammer voor het weer. Maar goed, ik laat jullie weer wat dingetjes zien. Laatste dagje thuis. Laatste dagje, ja. Straks alweer terug naar Nederland.
Jammer. Helaas. Hoop dat het in Nederland wel wat lekkerder weer is, maar... Ik ben er bang. Ik ben er ook wel een beetje bang. We hebben morgen een festival, dus... Ah, hopelijk is het droog.